is vandaag 31 juli 2017. Mijn naam is Chris en dit is natuurlijk het Game News. En we beginnen vandaag met wat Battlefield nieuws, want als het goed is komt er volgend jaar weer een hele nieuwe Battlefield uit. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vind dat best wel snel. Hè? Vorig jaar kwam natuurlijk Battlefield 1 uit en ja, nog steeds worden er natuurlijk DLC's voor gemaakt. Dit jaar komt natuurlijk Star Wars Battlefront 2 uit, hè? De opvolger van deel 1. Niet zo heel erg moeilijk. Maar en dan volgend jaar alweer een nieuwe Battlefield. Ik moet je eerst zeggen, ik vind het redelijk snel. Ik vind het ook best wel eigenlijk vaag dat ze dat in zo'n korte periode kunnen uitbrengen. Zo snel gemaakt. Dat, ja, dat voor mij, als ik eraan denk, dan denk ik altijd van ja, is het dan wel echt vernieuwend of zo? Of het is een nieuwe setting? Of is het gewoon dezelfde engine die ze gaan gebruiken en zo? Ja, ik ben toch wel een beetje benieuwd daarnaar al. Al is het natuurlijk wel nog, ja, eigenlijk over ruim een jaar komt die pas uit natuurlijk. Hoe ik dat weet, nou, er is een tweet uitgegaan van Battlefield Bulletin. Want ja, ze tweeten van Andrew Wilson. Confirms that the next great game in the Battlefield franchise will be released in 2018. En voor de duidelijkheid, meneer Wilson, dat is dus de directeur bij EA. Dus op zich is dat wel betrouwbaar natuurlijk. Crash Bandicoot is natuurlijk niet zo lang geleden uitgekomen op de PlayStation 4. En nu zijn er weer beelden naar buiten gekomen van een Xbox One versie. Of zal ik het zo zeggen? In ieder geval dat diegene een Xbox controller gebruikt. Want je ziet I, X, A en B knopjes zie je in beeld. En het gaat om de beelden die in de beschrijving staan. Die moet je maar eventjes kijken. Je hoeft natuurlijk niet hierin te editen. Misschien krijg ik wel claim of zo. Dat wil ik natuurlijk niet hebben. Dus check gewoon eventjes de beschrijving. Ja, het is toch wel raar. Want er werd gezegd van, ja, het is exclusive voor de PlayStation 4. Maar het is natuurlijk van Activision. En Activision heeft een contract met PlayStation. Dat ze daarop alles eerder uitbrengen. Dus het kan gewoon zo zijn dat ze gewoon zeggen van, hey, het is exclusive voor de eerste paar maanden. En daarna niet meer. We gaan dat gewoon zien. En nogmaals, check eventjes dus de video in de beschrijving. Titanfall 2 is vanaf 1 augustus, oftewel morgen, gratis speelbaar via Origin Access. En ik weet niet wat ik hier langs zie gaan, maar maakt niet uit. In ieder geval, Origin kan je natuurlijk op de PC gebruiken. Kost €3,99 per maand of €25 per jaar. En dan wat nieuws over Battlefield 1, want ja, ik had net nieuws over de volgende Battlefield. Nou, dit gaat echt over Battlefield 1. Zoals je weet, Battlefield 1 kwam vorig jaar uit. Er zijn een paar DLC's voor uitgekomen. In totaal komen er 4 DLC's voor uit. Maar nu is er een plaatje naar buiten gekomen op de Franse Amazon. .fr zal het dan zijn. Van een Battlefield 1 Complete Edition. En dat heet dan de Revolution Edition. Deze zou dan €59,99 gaan kosten. En bestaat eigenlijk uit de volledige game plus 4 DLC's. Overigens is dit nog niet bevestigd door EA en is er dus ook nog helemaal niet naar buiten gekomen wanneer deze zou uitkomen en of dit überhaupt echt zo is. Maar dingetjes die op Amazon komen zijn over het algemeen best wel betrouwbaar. Gisteren is er een update uitgekomen van Final Fantasy 15. Versie 1.13 namelijk. En in deze versie zijn er wat trofies / achievements toegevoegd. Maar ook heel veel quests. En dat is natuurlijk altijd tof. Wat extra DLC natuurlijk. Ook is er trouwens Magitek Armor toegevoegd. Geen flauw idee wat dat is in ieder geval. Maar het staat hier op mijn lijstje. En ja, je kan deze in ieder geval gewoon vanaf nu downloaden. Dit was in ieder geval weer het game nieuws van vandaag jongens. Vergeet niet een like te geven op deze video. Tot de volgende keer. Bye bye. Later.